Nieuws van vandaag. De hele wereld was vandaag in de ban van een gijzeling in Sydney. De hele dag gijzelde een man een onbekend aantal mensen. In de nacht, bij ons in de middag, is de politie daar binnengevallen. Twee gijzelaars en de gijzelnemer zijn daarbij om het leven gekomen. En online was er heel veel ophef om de selfies die mensen daar aan het nemen waren. Die zijn daar naartoe gegaan, naar dat café in de stad. En ja, hebben daar een selfie gemaakt. Er zijn heel veel foto's die online zijn gezet. Veel mensen spraken er schande van dat die foto's werden genomen. Ik heb maar op mijn scherm ook nog eentje gezet. Dan zie je hoeveel mensen daar eigenlijk een staan en een fotootje nemen. Veel toeristen ook en zo. Maar ook lachend. Ja, het was een hele rare, vreemde situatie. Mensen die daar naartoe gaan om een fotootje van zichzelf te nemen. En alsof het een soort toeristische attractie was. Bizarre situatie. Vandaag in België was het een rare dag ook. Want daar lag namelijk het hele land plat. Het openbaar vervoer in België ligt helemaal plat vanwege een landelijke staking. Maar het heeft tot nu toe nog niet tot grote problemen geleid. Veel Belgen werken niet vandaag. Of werken thuis? Ja, en dat komt goed uit, want ook de scholen waren dicht. En dus waren ook veel leerlingen thuis. De reden van de actie is dat de vakbonden het niet eens zijn met de bezuinigingen. Tenminste, dat zeggen ze, want experts weten de echte reden. Kan jij morgen naar school? Nee. Waarom niet? Omdat de juffrouwen geen zin hebben om te werken. Precies. En zo zit het echt inderdaad, ja. Vandaag was in Londen het huwelijk van het jaar. En na wekenlang een gescheiden vrouw te hebben gespeeld, ging Chantal Jansen vandaag trouwen. Ze stapte in het huwelijksbootje en de eerste foto's zijn binnen. Even een klein dia-showtje doen. Ze trouwde dus met Marco Gerards. Deze foto heeft hij op internet gezet. Dit was de stropdas die hij droeg van het pak dat hij ook droeg. En hier heb je het gelukkige stel. Hier staan ze. Ja, prachtig, hè? Ziet ze mooi uit, toch? Ja. Chantal ziet er echt fantastisch uit. Wat een beetje belichting kan doen, hè, eigenlijk zo. Ja. Mooie foto. Ja, mooi. Ga je nog naar een feestje of zo? Nee. Divorce. Ik ben niet uitgenodigd. Nee, maar ja, jullie zijn ook gescheiden uiteindelijk allemaal in die serie. Wij hebben gekozen voor de kant van Jeroen. Dit is de ring, Umberto. Mooie ring, hè? Welke? Dit, hier, op scherm. Heel mooi. Zie je? De eerste of de tweede? Ja, zie je hier, de twee? Hier en hier. Oh, dat weet ik eigenlijk ook. Nee, het is de ringvinger natuurlijk. Hè. Je gaat voor de ringvinger. Het is de ringvinger. En ze trouwden in het Claridge Hotel. Dat is een mooi, chic hotel. En daar werd natuurlijk ook even wat gedronken met wat familieleden. En zo. Oh, deze had ik niet moeten laten zien. Wacht even hoor. Vrienden, even kijken. Ik bedoel deze. Ja, deze schitterende foto inderdaad. Ja. Mooi huwelijk, mooi paar. Meer huwelijken, want dat hebben we dit weekend een beetje gegniffeld om dit nieuws. Hè. Ja, het is een beetje sneu. Sterker nog, het is heel erg sneu voor die mensen die in het huis wonen natuurlijk. Die hijskraan die omviel. Het is wel echt ontzettend bizar dat het nieuws dan weer de hele wereld overging. En stiekem hebben we er allemaal wel een beetje om gelachen. En ik moest een klein beetje denken aan mijn eigen huwelijksaanzoek. Ik had namelijk ook echt een spektakel gepland. Ik ben op het dak gaan staan van ons appartementencomplexje. En ik heb toen wat vuurwerk neergezet. Ik heb me verkleed als glazen was. Dat was echt spektakel. Wil je met me trouwen? Ze zei ja hierna. Ja, mooi was het. Hierna meteen naar Parijs toe gegaan. Viral van vandaag. Als iemand ineens zomaar pardoes een camera op je snuffert zet, dan kan dat echt ontzettend ongemakkelijk zijn. Hè? Dat heb je wel eens. Kijk, zie. Ontzettend ongemakkelijk. Maar jullie doen het goed. Dat kan namelijk heel veel slechter. Deze man had er namelijk echt ontzettend veel moeite mee. He's got almost $23,000 in cash and prizes already. And someone in the audience? My buddy Brandon. Hi, bud. How are you? There he is. Brandon will be off the medication any day. Hij leek een beetje op mij tijdens de eerste uitzending. Dan iets heel anders, een spookverhaal. Een jongetje wordt voorgelezen door zijn lerares. En het is echt een ontzettend eng spookverhaal. The woman to the preacher said, shall I look like that when I'm dead? Ooh, the preacher looked at the woman and said, you'll look like that when you are dead. Ah! Het is gewoon niet leuk. Ja, ik vind het wel heel grappig. Oké, dan een jongen die mag eindelijk eens een keertje zijn vrienden terug gaan pakken. Dat doet hij met een skateboard en een basketbal. En dan gaat een vriend van hem met zijn kruis erboven hangen. Ah, je kent dat wel. Gewoon een leuk grapje. Loopt niet helemaal goed af. Ready? Ja. Ja, hij had hem kunnen zien aankomen. Tot slot. In Italië, daar sneeuwt het nog wel eens. En flink ook. Maar dat weerhoudt deze jongen er niet van om zijn hondje Pacino uit te laten. Sta nevicando tantissimo. Vai Pacino, fatti una corsa. Ach, die man. Ha ha ha!
Komt hij nog wel levend uit, of niet? Ik hoop het. Ik denk het niet. Nee, hij is vast goed afgelopen.